En dan laten we de volgende. De tijd is aangebroken om een voer te wijden aan de geschonden reputatie van Herodes Antipas, die een hele tijd geleden koning van Judea was, een bloeiend rijkje aan de Middellandse Zee. U moet bedenken dat hij ernstig had te lijden van de Romeinse overheersing en zijn vrouw Herodias, Fariseeën, Sadduceeën, hoge bloeddruk Ischias en de ideeën van zijn dochter Salome. Het is toch kras, 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 zei Herodes Antipas. Elk idee, idee van mijn dochter Salome is weer heel, 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 helemaal niet rationeel. Van je 1, 2, 3. En haar ideeën leiden vaak tot handelingen. De ene keer was zij vermomd als de markies van Carabas. Even later zat ze weer met pacifisten in het gras. Het was een duidelijk geval van puberteit. Haar moeder ergerde zich zeer aan zulke dingen. Er moet een eind te komen, zei ze, tot Herodes Antipas. Moet je nou weer zien die jas? Ze loopt erbij als een pias. En dat komt allemaal door jouw toegeeflijkheid. Antipas, pas, pas, sprak zijn vrouw Herodias. Heus, ze moet beter worden opgevoed. Want dat kind, 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 doet maar wat ze lollig vindt. Van je 1, 2, 3. Kan ik het helpen, zei de zwaar beproefde vader. Ze is nu eenmaal artistiek en niet de beste van de klas. En ze kan zich ook gedragen als een echte wilde bras. Maar waar het goed voor wezen kan, dat weet je nooit. Ik heb geen zin, aldus verklaarde hij zich nader een predicatie af te steken over elke wisse was. En il faut, zoals de Fransen zeggen, que je ne sais pas. Hoe wil je anders dat zo'n meisje zich ontplooit? En hij las één regeringspaparas. En hij ging naar een spoedvergadering. En hij dacht niet meer aan zijn nageslacht. Van je 1, 2, 3. Ze kon hem spoedig haar ontplooiing laten blijken. Op zijn verjaardag danste Salome met spoelen tango pas. En in meer en meer ontkleedde toestand rond op het terras. Het was het glapstuk van het druk bezochte feest. De gasten wisten niet meer hoe ze moesten kijken. Terwijl haar moeder was vertrokken met een pijnlijke grimas. Maar Herodes Antipas, die niet haar echte vader was, verklaarde dat het zeer opwindend was geweest. En al ras, riep hij om de huishoudkas. En hij zag dat er niet veel geld in lag. Dus hij zei, haal de staatskas er maar bij. Van je 1, 2, 3. Toen mocht de danseres een mooi cadeautje vragen. En om het goed te maken consulteerde zij Herodias. Deze zei, vraag om een hoofd, zoiets komt altijd wel van pas. Ik weet ook iemand die er eentje missen kan. Wat een sensatie toen het binnen werd gedragen. Met een granering van olijven, sla en schijfjes ananas. Een takje peterselie en een snufje sassafras. De mensen spreken er nog altijd schande van. Wel, dat was dan Herodes Antipas. Sterk verguist, guist, maar vooral erin geluist. Met dat hoofd, wat beloofd is toch beloofd. Van je 1, 2, 3.